Hallo, mijn naam is Albert Riley. Mijn naam is in Aruba. En ik word hier maar 10 jaar bewandeld naar Hollanda. Bij de elektionen van 12 september benedero, ben de kandidaat nummer 55 van de Partij van de Arbeid. Hallo, mijn naam is Albert Riley. Ik ben geboren op Aruba en ondertussen meer dan 10 jaar woonachtig in Nederland. Voor de verkiezingen van 12 september ben ik kandidaat nummer 55 voor de Partij van de Arbeid. Pakiko makis, padbira, politico activo. Makis pa politica activo, pa sobre mari para den gemeenteraad, kumi poras diferencia pa pueblo, mi poras diferencia. Waarom heb ik gekozen voor de Partij van de Arbeid? Waarom heb ik gekozen voor de politiek in het algemeen? Dat heb ik gedaan omdat ik heb gemerkt, ik maak het verschil. Dat verschil heb ik gemerkt in de gemeenteraad van Bodegraaf waar ik woon. Pakiko makis pa Partij van de Arbeid. Makis pa Partij van de Arbeid, pa Partido Aki. Para sobra el partido aquí está un partido social, un partido que te da una chance y oportunidad a todo el pueblo. ¿Por qué hemos elegido la Partido de la Trabajo? He elegido la Partido de la Trabajo porque esta partido una eerlijke kans wil bieden a iedereen en la maatschappij. Wij maken ons sterk voor een democratie dat dicht bij de mensen staat. Dat betekent ook voor de Caribische Nederlanden dat de democratie dicht bij de mensen in het Caribisch deel van Nederland moet zitten. Beslissingen die daar genomen kunnen worden, moeten we echt daar laten. Paki, no estamos en los meses fuerte como Partij van de Arbeid, pasi democracia cerca de pueblo. Cerca de pueblo significa también para parti caribense de Holanda, que decisionan que puede tomar den Caribe, ribe Isenay, puede tomar en un mes. 12 september venidero, eleccionan para Tweede Kamer de Holanda. Bo stem, bo voto, tasi diferencia, bai vota. Stem, PvdA. Haas je een differentie, vota PvdA, 12 september. Ik roep u op om op 12 september voor de Kamerverkiezingen te gaan stemmen. Uw stem maakt het verschil. Ga stemmen op 12 september. Stem Partij van de Arbeid.